We hebben nog een paar vragen voor jullie samen. Dus ja, als jullie allemaal de microfoon openzetten, dan die vragen gaan eigenlijk, tenminste het zijn verschillende vragen die toch over effectiviteit gaan en over indicaties en contra-indicaties. En dan wordt niet alleen COMET genoemd, schematherapie, maar ook EMDR. Wie zou daar wat over kunnen zeggen? Wanneer doe je het een, wanneer doe je het ander? Ja, ik wil daar wel iets over zeggen. Dat is altijd wel lastig. Ik ging natuurlijk al even op in bij de contra-indicatie over trauma en zelfbeeld. Hè? Omdat een trauma natuurlijk ook echt gestoeld kan zijn, of het zelfbeeld gestoeld kan zijn op een trauma. Dat blijft gewoon heel lastig. Het is een hele klinische afweging die je per persoon moet maken. Als ik het dan even heb over COMET en EMDR hoor. Er is bijvoorbeeld ook onderzoek gedaan naar de volgorde van EMDR en COMET. Of je het een beter eerst kan doen of het ander. Door Tony Staring is dat gedaan. Daar kwam dan uit dat je beter eerst COMET kan doen en dan EMDR. Terwijl soms gevoelsmatig het juist andersom beter is. Hè. Eerst maar eens dat trauma verwerken en dan kun je wel bezig met je zelfbeeld. Dus dat was ook wel een beetje verrassend eigenlijk wat eruit kwam. Wat ik denk is dat dat komt omdat je met EMDR heel erg toch die negatieve betekenis aan het triggeren bent. En het dan moeilijker misschien nog wel is om dan vervolgens met COMET die positieve weer helemaal te moeten opgraven. En het andersom, als je al wat positiever bent, je misschien die EMDR wel beter aan kan. Dat is wat ik denk. Maar ik heb genoeg voorbeelden dat het echt beter passend is als EMDR, als iemand gewoon eerst een trauma heeft verwerkt. Hoe kijk jij daarnaar, Luc? Nou, schematherapie gaat ernaar. Vooral vaak ook gepaard met traumatische gebeurtenissen, waarbij je als die vrij vast online zijn en specifiek zijn terug te halen, dat je daar inderdaad ook wel EMDR voor inzet. Ofwel voorafgaand aan schematherapie, ofwel gedurende de schematherapie, als je merkt dat bepaalde overtuigingen of het niet door de beschermers heen komen, en dat eigenlijk stagneert. Dat het dus niet lukt om iemand vanuit zijn kwetsbare kant, om contact te maken met een kwetsbare kant. Dat het soms dan komt dat mate doordat er dus dan weer traumatische ervaringen zijn, die eigenlijk in de weg liggen. Om ook relaxed te zijn en om een rustig brein te hebben en dat meer arousal omlaag te brengen. En dan is het natuurlijk wel een goede methode om de traumatische herinneringen te behandelen. Dus als ik kijk naar mijn eigen ervaring ermee, dan meestal is het zo dat ik gaandeweg inderdaad, dat er gaandeweg toch traumatische herinneringen omhoog komen waarvan ik denk dat het makkelijker is en dat het sneller gaat omdat ik in die behandelen om vervolgens weer verder te gaan met schematherapie. Ja, oké. Wat aanpalende vragen zeg maar, die voorbij komen, die gaan over verschillende klachtgebieden. En COMET of schematherapie dan ook gebruikt kunnen worden. Bijvoorbeeld bij FASD of de lichtverstandelijke beperking hebben jullie volgens mij wel genoemd. Kunnen jullie daar nog iets over zeggen, zeg maar, over de andere klachtgebieden dan waar onderzoek naar is gedaan? Ja, bij FASD is natuurlijk wel een vraag hoe de ontwikkelingsgeschiedenis eruit ziet en het actueel klachtbeeld. Ik weet niet of het nou specifiek voor FASD is of je voor het een of het ander. Dit zou ik eigenlijk zeggen van niet. Het kan beide, maar het ligt aan de klachten die er zijn. En nog even in de afweging COMET of schema, denk ik dat het belangrijk is om. Dat vertelt de politie natuurlijk ook wel. Bij COMET heb je wel nodig dat je een soort van onderscheid kunt maken tussen hoe je over jezelf denkt en hoe realistisch dat is. Terwijl bij schematherapie kom je toch, mensen in de jongeren die ik tegenkom, zijn toch vaak volledig overtuigd vanuit die kritische kant van de manier waarop ze naar zichzelf kijken en kunnen eigenlijk niet zich voorstellen dat dat maar één kant is. Die zien dat als hun zelfdeel eigenlijk, als de enige kant.
Ja. Het is een behoorlijk zwart-wit manier van kijken naar jezelf en de wereld om je heen. En als dat zo zeg maar verankerd ligt, ook vanuit die vroege ontwikkelingsgeschiedenis, dan is schematherapie toch echt ook wel geïnteresseerd. Ja, nou, mee eens ook. En vanuit de theorie van Comet, inderdaad, wat ik al zei, hè, geredeneerd, dat je inderdaad toegang moet hebben tot die positieve betekenissen. En als dat niet lukt, dat er dan iets anders eerst moet. Of überhaupt iets anders dan. En dan zou schematherapie daar inderdaad, zoals Luc het zegt, ook kunnen. Ja. 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 Dank jullie wel. Misschien, je noemde ook nog iets over lichtverstandelijke beperking. Oh ja, zeker. Want die vraag krijg ik ook heel veel. Misschien toch goed om er even op in te gaan. Op zich zijn de ervaringen positief met het bestaande behandelprotocol voor kind en jeugd. Maar wat ik ook kan aanraden is een protocol wat de Rivierduinen heeft geschreven voor verstandelijk beperkte volwassenen. Ook weer eigenlijk nog weer een versimpeling. En nou goed, ook wel echt, staat ook echt heel goed. Is ook gewoon verkrijgbaar via de website van Rivierduinen. Nou ja, dat is soms ook afwegen. Als het al een jongere is van een jaar of 16, 17, dan zou je daar eerder misschien naartoe gaan, naar dat protocol. Want dat, ja, dat is gewoon daarop meer gestoeld. Ja, en bij jongere kinderen zou ik dan toch bij het kind- en jeugdversie uitkomen. Maar in principe zijn de ervaringen wel dat het gewoon te doen moet zijn. Als iemand dat concept maar een beetje kan snappen. Ja, ja. Oh, dat is een mooie aanvulling. Ook verwijzing naar Rivierduinen. Dat zal rivierduinen.nl zijn, dus dat zal goed te vinden zijn. Volgens mij wel. Ja, mooi. Ja, Luc, je wilt nog iets zeggen? Ja, misschien wat in lijn met Pauline. Pauline zit over LVB. LVB. Schimmeltherapie bij LVB, daarover zat ook een hoofdstuk in het boek van Jeffrey Wolffs en Marlijn Wijk en Mieke Boots. Het toegepaste, dit boek is heel nieuw, waarin allerlei toepassingsgebieden ook voor schimmeltherapie bij jongeren en kinderen, maar dus ook bij LVB beschreven staan. Dus dat is toch gewoon goed. Ja, dat is een laatste aanrader. Ja. Ja. Ik heb nog één vraag ook voor Renske. En er wordt gevraagd, welk vervolgonderzoek zal er zijn? Waar ga jij je mee bezighouden? Of welk vervolgonderzoek op dit vlak zal uitgezet worden? Ja, zoveel. Want het onderzoek wat ik heb gedaan en wat er in het algemeen is gedaan, is nog best wel fundamenteel. En je moet natuurlijk ergens beginnen, maar je kan natuurlijk ook naar wat praktischere toepasbare onderzoeken gaan. Ik zou benieuwd zijn, wat ik net heb verteld, dat gaat allemaal over algemene ontwikkelingspatronen, meer een soort van gemiddelde van de groep. Maar het zou ook heel interessant zijn om te kijken naar individuele ontwikkelingspatronen van het zelfbeeld en hoe die individuele ontwikkelingspatronen misschien weer voorspellend kunnen zijn voor welzijn of voor de ontwikkeling van burn-out later, dat soort dingen. Of juist om te kijken van wat voor type jongeren of wat kenmerkt nou jongeren die een bepaald ontwikkelingspatroon doormaken. Dat soort onderzoeken lijken me heel, heel interessant om te doen. Sowieso wat grootschaliger onderzoek naar klinische groepen. En nu we iets meer weten over hoe het zelfbeeld zich ontwikkelt in typisch ontwikkelende jongeren, denk ik dat het heel goed is om binnen klinische groepen ook wat beter te gaan kijken. Er zijn wel wat onderzoeken geweest, maar die zijn vaak wat kleinschalig, maar een beperkte leeftijdsgroep bijvoorbeeld. Terwijl je daar ook eigenlijk misschien wel het ontstaan van zelfbeeld in kaart zou willen brengen om beter te begrijpen hoe zich iets nou ontwikkelt en wanneer je het best kan ingrijpen, zeg maar. Als je misschien al ziet dat het een beetje de verkeerde kant op gaat. Zoveel. Wij gaan, ja. Ik ga zelf ook de komende tijd bezig met samen met Evelien ook. En met Laura van der Aar, een collega die dus over de breekjaar groep heeft haar proefschrift heeft geschreven, gaan we een populair wetenschappelijk boek ook schrijven
naar aanleiding van onze eigen studies en van gewoon wat er allemaal in het veld bekend is voor jongeren eigenlijk. Dus over zelfbeeld, alles over zelfbeeld. Dus dat wordt hopelijk ook heel erg leuk en nuttig om te gaan doen. Ja, dat klinkt ook als een interessante publicatie die we graag zien verschijnen. Ja, ik hoop het. Ja. Ik kijk naar de klok en ik zie dat het stip 10 uur is. Ik denk dat we dat netjes hebben gedaan. Maar het is ook wel tijd, denk ik, ook voor de deelnemers om er een eind aan te breien. En dat wil ik graag doen door jullie hartelijk te bedanken. En ook alle deelnemers voor hun geduld en tijd en aandacht.